Achter de duinen, in de buurt van de Nieuwe Waterweg, ligt het Westland. Als je vanuit een vliegtuig naar het Westland kijkt, lijkt het wel één grote vlakte met glas. Ze noemen het daarom ook wel de glazen stad. Maar laten we eerst, voor we verder gaan, eens kijken waar het Westland nu eigenlijk ligt. De kaart van Nederland kennen we allemaal. Zie je al waar je zelf woont? Dat groene stukje daar vlakbij Den Haag, dat is het Westland. Om het Westland heen liggen de plaatsen die jullie allemaal wel kennen. Maar in het Westland liggen plaatsen die misschien wel nieuw voor jullie zijn. Zoals Poeldijk, Naaldwijk en Monster. Daartussenin liggen de kassen. Vind je niet dat er in het Westland weinig ruimte overgebleven is voor huizen en groen? Je ziet er bijna geen weilanden. Elk open plekje is volgebouwd met kassen. Maar het is niet altijd zo geweest. Kijk maar eens naar dit grote gebouw. Dat is een overblijfsel van het huis Honselersdijk. Zo moet dit gebouw er 300 jaar geleden uitgezien hebben. Zie je wel, geen kast te zien. Wel mooie tuinen, met daaromheen weilanden. Zo stonden er veel van deze gebouwen in het Westland. Ze werden bewoond door rijke mensen uit de stad. Die huizen hadden vaak prachtige tuinen. Die tuinen werden aangelegd door Franse tuinlieden. Je zou kunnen zeggen dat dit het begin was van de tuinbouw in het Westland. De Westlanders gingen na verloop van tijd ook aan tuinbouw doen. De grond achter de duinen was daar erg geschikt voor. Die bestond namelijk uit een mengsel van zand en klei. Erg goed om druiven en groenten op te laten groeien. Ook is er vlak aan zee minder nachtvorst dan in de rest van Nederland. Er was echter één probleem. De zoute zeewind. Maar daar vonden de Westlanders wat op. Ze bouwden muren om die wind tegen te houden. Omdat er vaak druiven tegen die muren groeiden, werden ze ook wel druivenmuren genoemd. Er verschenen steeds meer van deze druivenmuren in het Westland. Steeds meer mensen gingen groenten en druiven telen. Die producten konden de Westlanders gemakkelijk verkopen aan de mensen in de stad. Want vlakbij het Westland lagen een paar steden. Den Haag, Rotterdam, Delft. Die druivenmuren waren wel goed op de wind tegen te houden. Maar hagel en regen hadden nog steeds vrij spel. Zo mislukte de oogst nog wel eens. Ook daar vonden de tuinders iets op. Ze zetten broeiramen schuin tegen de muur. Zo konden regen en hagel de planten niet meer beschadigen. Na verloop van tijd maakten ze die broeiramen zo groot dat ze vastgezet moesten worden. Eigenlijk was dat al een soort kas. Die kassen waren natuurlijk maar klein. Later werd er ook boven de muur uitgebouwd. De tuinder kon er nu ook in lopen. Nog later lieten de tuinders die muren helemaal weg. Er kwamen kassen met twee glazen kanten. De zogenaamde serres. Je ziet deze serres nu nog wel in het Westland. In zo'n serre groeien de druiven vlak bij het glas. Op deze manier kan de zon er van alle kanten bij komen en groeien de druiven nog beter. De kassen die nu in het Westland gebouwd worden, zijn wel heel anders dan de serres van vroeger. Ze zijn veel groter en we noemen ze dan ook warenhuizen. Ook de producten zijn anders geworden. Vroeger werden er veel druiven geteeld.
Tegenwoordig zijn het bijna alleen groenten en bloemen. Zo is het Westland veranderd. Waar eerst weiland was, staan nu allemaal kassen. Voor het bouwen van die kassen, of warenhuizen, heb je veel mensen nodig. Mensen die bij allerlei bedrijven werken. Want zo'n warenhuis zet je niet zomaar neer. Zoals bij elk gebouw moet ook hier een fundament gelegd worden. Op die fundamenten komt een stalen raamwerk. Hier zijn weer andere vakmensen voor nodig. Ja. Het inzetten van het glas wordt door een speciaal Kasperglazersbedrijf gedaan. De buitenkant van de kast is bijna klaar. Maar daarmee zijn we er nog niet. In de kast moet nog een heleboel gebeuren. Zoals buizen aanleggen voor verwarming en waterleiding. Ook hier doen speciale vakmensen het werk. Loodgieters en verwarmingsmonteurs. Voor die verwarming heb je een grote verwarmingsketel nodig. Deze is wel iets groter dan die ketel bij jullie thuis, hè? Maar straks moet hij dan ook zo'n grote kast kunnen verwarmen. Die kast is wel net zo groot als 200 woonhuizen bij elkaar. Denk maar niet dat de kast nu klaar is. In de grond van de kast moet nog een heleboel gebeuren voor de plantjes erin kunnen. Deze buizen moeten er straks voor zorgen dat het overtollige water dat in de grond komt, weg kan lopen. Het warenhuis is nu klaar. Maar voordat de planten erin kunnen, moet de grond eerst nog schoongemaakt worden. Ontsmetten noemen we dat. Dat is erg belangrijk, omdat er in de grond allerlei beestjes en plantjes kunnen zitten, zogenaamde micro-organismen. Die zouden er dan voor kunnen zorgen dat de planten in de kast ziek worden, zodat de hele oogst mislukt. Door de grond nu met een vergif te behandelen, gaan al die beestjes dood en krijgt het onkruid ook geen kans om te gaan groeien. Nu begint het eigenlijke werk voor de tuinder. Hij woont vlak bij de kast met zijn gezin. Voor hem wel gemakkelijk. Zo kan hij zijn planten steeds goed in de gaten houden. Die planten koopt de tuinder als ze nog heel klein zijn, van een speciale plantenkwekerij. Ze worden net met een vrachtwagen gebracht. Zo, mooie plantmateriaal. Ja, keurig. Ja, dan. Nou, mag ik even een plantje kijken? Zeker. Alstublieft. Dit zijn tomatenplanten.
Ziet er goed uit, joh. Ja, dacht ja. ik ook, hè. Mooie wortel. Ja. Keurig. We gaan poten. Samen met zijn personeel zet de tuinder de plantjes in de grond. Het personeel bestaat voor een groot deel uit gastarbeiders. Er zijn in het Westland niet zoveel jonge mensen meer die in een kas willen werken. Vandaar. Er moet nu maandenlang goed voor deze tomatenplanten gezorgd worden. Dat is een hele kunst, want tomaten hoor je eigenlijk niet thuis. Daarom worden ze in ons land in een kas gekweekt. De tuinder moet er wel voor zorgen dat het in de kas net zo warm is als in de landen waar de tomaten buiten groeien. Dat kan, want daarvoor heeft hij een stookinstallatie. Maar de stookkosten zijn erg hoog en worden in de toekomst nog hoger. Planten hebben meer nodig dan warmte alleen. Sommige planten, en vooral bloemen, krijgen wel eens te veel licht. Dan moet er verduisterd worden. De dag wordt dan korter gemaakt, zegt de tuinder. Ook zijn er planten die extra licht nodig hebben. Vandaar deze lampen. Fijn dat het allemaal kan. Maar het kost wel veel energie. Deze tomaten hebben die extra verlichting niet nodig. Wel warmte en vocht. Ze moeten nu ook nodig geplukt worden. Na het sorteren worden de tomaten in kistjes verpakt. Op de vrachtwagen gaan de tomaten naar de veiling om ze te verkopen. Vaak is het dan ook een drukte van belang in het Westland. Van alle kanten rijden de tuinders met hun wagens met sla, tomaten of paprika's naar de veiling. Hé, er gaat een wagen met bloemen. Zullen we eens kijken waar die heen gaat? Oh, natuurlijk. Naar de bloemenveiling. Bij het binnenkomen worden de bloemen meteen op speciale veilingwagens gezet. Er komt een veilingbon bij waar precies op staat wie de kweker is en hoeveel bloemen het zijn. En nu maar afwachten wat de tuinder ervoor krijgt. De veilingwagens rijden over een lange rail in de grond door het veilinggebouw. Onder
Onderweg bekijken de kooplieden de kwaliteit van de bloem. Daarna rijden de wagentjes naar de verkoophal. Daar zitten de kooplieden die de bloemen kopen. Derde lengte, Jan Tweederijs. En die korte vierde. Die kooplieden verkopen de bloemen weer door aan de winkeliers. Zo gaat het niet alleen met bloemen, maar ook met groenten op de groenteveiling. De klok geeft aan hoeveel de tuinder voor zijn producten krijgt. En de vierde, rijkste met veel en wit schaderingblad. Ook rijkste met veel en wat wit schade in. Ook zo Jan die derde. Als de bloemen verkocht zijn, worden ze zo snel mogelijk in de vrachtwagens geladen. Soms zijn die vrachtwagens speciaal gekoeld, want veel producten gaan naar het buitenland. Voor grote afstanden gaan de bloemen en groenten ook wel met het vliegtuig. Zo zie je dat er bij elkaar in het Westland en daarbuiten aardig wat mensen zijn die door de tuinbouw hun brood verdienen. En dat zijn niet alleen de tuinders. Weet je nog hoeveel mensen er nodig waren voor het bouwen van een kas? Wat dacht je van de mensen bij het plantenkweekbedrijf? Bij de veiling werken veel mensen. En dan al de kooplieden die de bloemen van de tuinders kopen en later weer verkopen. Al die bloemen en groenten moeten vervoerd worden. Dat gebeurt door transportbedrijven. Daar werken niet alleen chauffeurs, maar ook mensen die de auto's onderhouden. Want die wagens rijden veel naar het buitenland. Daarvoor moeten ze wel goed in orde zijn. Veel Westlanders hebben door de tuinbouw werk. Alleen, hoe lang nog? Er zijn namelijk allerlei gevaren die het Westland bedreigen. Neem bijvoorbeeld de woningbouw. Het glasgebied loopt door tot het niet verder kan. Tot aan de stad. Die stad wil uitbreiden. Er moeten huizen gebouwd worden. Soms kost dat tuinbouwgrond en moeten er kassen gesloopt worden. Maar ook de Westlanders hebben grond nodig voor hun woningbouw. Er is niet alleen grond nodig voor woningbouw, ook voor groen. Er is ruimte nodig om kinderen te laten spelen. Daar hebben de mensen vroeger niet altijd rekening mee gehouden. Gelukkig gaat het tegenwoordig wat beter. Een nieuw tuinbouwgebied ziet er wel even wat anders uit.
We vliegen nu dan ook boven een nieuw gebouwde wijk in het Westland. Hier hebben de mensen goed nagedacht voordat er kassen en huizen neergezet werden. Tussen en om de kassen ruimte voor huizen, groen en water. Een hele verbetering, vind je niet?